Esther is een heel lief meisje, maar ook een heel pittig meisje. Hele duidelijke eigen mening. Ja is ja, nee is nee. En dat is nog wel eens lastig. Toen zij ging slapen, op een of andere manier was ze bang. Wou ze niet meer slapen, moest ik bij haar blijven. Nou prima. Maar dat hebben we per ongeluk uitgebreid naar 5 minuten. Dat werd een half uur voordat ze sliep. En toen kwam ze ook nog 's nachts. En voordat je het wist, was je 2 uur verder 's nachts. En ja, dan slaap je bijna niet meer. Als je weinig slaap krijgt, wordt het er niet gezelliger op. Dus ik had er last van, mijn man had er last van. Je gaat kribbig tegen elkaar doen. En je wordt kribbig tegen sterren. Toen zei een leidster van, goh, misschien is kinderopvang plus iets voor jullie. De begeleiding ziet er zo uit dat ik altijd eerst ga kennismaken. Dus ik voer altijd eerst een gesprek met ouders en de leidsters. Vervolgens ga ik een aantal keer observeren en dan maak ik een plan van aanpak met daarin doelen en hoe we daaraan gaan werken. Ze vroeg hoe het ging, waar we dan tegenaan liepen, wat ik wel en niet deed. Ze heeft uiteindelijk wat tips alvast gegeven wat ik al wel vast kon doen. Er was bijvoorbeeld een slaapdagboekje bijhouden, moest ik even opschrijven hoe laat ze ging slapen, wat het ritme was, wat we deden voordat we gingen slapen, wanneer ze wakker werd. Ik vind het heel erg leuk om samen met ouders en pedagogische medewerkers te kijken naar de ontwikkeling van een kind. Te horen hoe hun het zien en dan mijn eigen visie daarop los te laten. En dan zo samen te kunnen werken om het kind datgene te bieden wat het nodig heeft. Eerst zat ik heel erg naast een bedje. Toen ben ik eerst gaan staan. Nou, dat een paar dagen geprobeerd. Toen heb ik een stap verder gedaan. En dat ging zo goed op. Na een paar dagen stond ik al in de deuropening met de rug naar haar toe. En na een week liep ik al gewoon even in mijn slaapkamer te rommelen of in de douche tot ze ons wel hoorde. En dat ging heel goed. Maar is 1 dag gehuild. En daarna probeerden ze wel allerlei dingen. Maar omdat ik echt zag van, nou, ik weet, ik moet gewoon volhouden, dit moet ik gewoon doen. Werkte het toch wel vrij snel. De harmonie was zo weer terug. Het doel van Kinderopvang Plus is dat wij laagdrempelige opvoedingsondersteuning bieden aan ouders en pedagogische medewerkers en kinderen. Zodat problemen tijdig worden aangepakt en dat die opgelost worden zonder dat er nog verdere hulp nodig is of dat het helemaal uit de hand loopt. Dat zie ik absoluut niet als falen, hulp zoeken. Het is heel erg mooi om te zien dat ouders in 1 keer iets hebben gevonden wat werkt. Vaak zie je dat het kind daar ook heel erg van groeit en dat is heel erg mooi. Dan kun je met een gerust gevoel kun je de deur uit en dan weet je dat het goed is. Doei! Als je samen, kijk wezen. Wat gaat ze doen? Ik heb een poes. Doei!